Vandaag werd bekendgemaakt dat Paul van Riessen de nieuwe hoofdredacteur wordt van Quote, de opvolger van Sander Schimmelpennink. En het toeval wil dat wij vandaag gaan beginnen op CVD-TV met een nieuwe serie van compilatievideo's. The Best of CVD-TV. Want voor de mensen die de eerste keer een video van CVD-TV zien, mijn naam is Ronnie Overhoorn. Op CVD-TV interviewen wij ondernemers. En inmiddels hebben we zo'n beetje 1000 ondernemers geïnterviewd. En een tijd lang presenteerde ook Paul van Riessen op CVD-TV mee met mij. En dus leek het mij leuk om deze eerste best-of om een aantal gesprekken van Paul eens te gaan belichten. En om op deze manier langs deze weg van harte te feliciteren met zijn nieuwe hoofdredacteurschap van het prachtige Quote. En laten we dan beginnen met het allereerste interview wat hij op CVD-TV deed. Toen nog Seven Ditches heette de. En zijn eerste gast was Koen van Oostrom. En we waren toen net een beetje aan het oefenen met nieuwe decors. En nieuwe logootjes en het zag er allemaal eigenlijk best wel spuuglelijk uit. Zie hier de allereerste opening van het allereerste interview van Paul van Riessen met Koen van Oostrom. Toen een van de jongste Quote 500 leden. Dames en heren, welkom bij Seven Ditches in samenwerking met Quote. We hebben vandaag een icoon uit de vastgoedwereld te gast, Koen van Oostrom. Een bouwer van het duurzaamste kantoor ter wereld. Gesprekspartner van wereldleiders en met 45 jaar een van de jongste bewoners van de Quote 500. 73 miljoen heeft hij maar liefst. Koen, van harte welkom. Dankjewel dat je hier bent. In de spotlights van de studio, even voor mijn idee, ben je net zo nerveus als toen in 2007 toen je Bill Clinton mocht verwelkomen op het 10-jarige feestje van je bedrijf? Als ik heel eerlijk ben, was ik toen nog wel een klein beetje nerveuzer. Voor mij de eerste keer dat ik Bill Clinton ontmoette. En dan staat er toch wel wat druk op je. We hadden toen ook veel nationale leiders, politici, mensen uit het bedrijfsleven. En ik was toen zelf al onder de indruk van wat het allemaal voortbracht om een Bill Clinton naar Nederland te halen. Ja, je zag het. Hij moest nog wat wennen, maar hij werd steeds beter, onze Paul. En een ander leuk interview wat ik jullie niet wil onthouden in deze compilatie is die met Ron Simpson. Ik weet niet hoe het nu met hem gaat. De Avocado Show, een horecaconcept. Maar het was een vrolijk interview en je ziet dat Paul al zichtbaar lol begint te krijgen. Ik las ook dat je op 21 december 2012 weer helemaal blut was. Klopt. Wauw, dat heb je goed gevonden. Ja, dat is waar, maar dat was expres. Dat was, daar mikte ik op. 21 december 2012 is de dag dat de wereld zou vergaan. Volgens de Mayan-kalender. Ja. En wij besloten een feestje te geven in mijn huis, notabene. En dat heette Fête de Fin. Feest der einde. En die ochtend zijn we opgestaan, heb ik al mijn geld uitgegeven tot mijn teller op nul stond. En mijn vrienden ook. En dat was heel leuk. We zeiden van ja, stel dat die gekken nou gelijk hebben. Ja. Stel dat de wereld nou vergaat. Wil ik dan geld over hebben? Of wil ik de memories hebben, zeg maar? Wil ik die lol hebben gehad? En we zeiden van ja, tijd kun je niet kopen. Dus we gaan de rest gewoon, we gaan het gewoon doen. We gaan alles uitgeven wat we hebben. En we hebben alles gekocht wat ik ooit wilde hebben. Ik heb mijn eerste soort van dure horloge, vond ik leuk. Dat heb ik toen gekocht, omdat als ik iets kon kopen, wilde ik tijd. Ja. Ik heb alles soort van gekocht wat ik wilde voor mijn moeder, voor mijn familie, voor mijn vrienden. Gigantisch feest gegeven. Samen met Bacardi in mijn huis. Dus het huisfeestding met een bar erin, een barmannen en zo. En allemaal te gekke grote DJ's die aan het spelen waren. We zakten bijna door mijn vloer heen. En dat was gewoon, ik heb me denk ik nog nooit zo vrij gevoeld als die dag. Het maakte allemaal niet uit. En wil je het hele interview zien, kijk dan hierboven en klik op de link. Je kan ook rustig even deze video uitkijken. Want alle linkjes naar de video's die ik hier beschrijf, die staan onder in de beschrijving onder deze video. De derde video die Paul van Riessen, die ik graag wil laten zien van Paul van Riessen. Dat was wel een hele spannende vorm. Dat was een interview met Rianne Svierstra. En Rianne is bekend van haar eigen merk Rianne S. En Rianne S is een bedrijf dat doet in seksspeeltjes. Zie hier een fragment van Paul en de seksspeeltjes van Rianne S.
En is het nou een andere markt dan, laten we zeggen, als je in dekbedden had gehandeld of zo? Is het een andere industrie? Ik heb niet in de dekbedden gezeten. Weliswaar zei jij al heel terecht. Een willekeurig voorbeeld. Het lijkt heel erg op elkaar qua gebruikersplaats. Dus ik heb in de meubels gezeten hiervoor. Designmeubelen, die verkocht ik ook in... dat was niet mijn eigen bedrijf. Ik was exportmanager. Dus verkocht dat ook, ik denk wel, in 50 landen. Ik vind dat niet. Want je hebt een product waar een consument om vraagt. En je verkoopt dat. En je zorgt dat het er mooi uitziet, dat je kwaliteit levert. En je zorgt dat je de juiste marges hebt. Ja. Dat je niet een soort Sinterklaas bent. En dan vind ik het eigenlijk hetzelfde. Dus eigenlijk is het een service naar de consument toe, wat ik doe. Ja. Ik vind het ook een dienst eigenlijk. Ik vind het een dienst door middel van een product die ik geef. Maar eigenlijk geef ik geen product, ik geef orgasmes. En dan eindig ik met de laatste in deze compilatie. Ik denk een van de best bekeken interviews op het CVD-TV YouTube-kanaal. En dat komt denk ik met name ook omdat de gast redelijk bekend is geworden door Dragon's Den. En daardoor het zoekvolume omhoog liep. En hij voor velen, ook jonge mensen, een voorbeeld is als het gaat om ondernemerschap. Won Jip. Dat is eigenlijk hetzelfde als Amsterdam wordt voller, Amsterdam wordt duurder. Dat er natuurlijk heel veel commotie is over dat het duurder is geworden. Nou ja, de vastgoedprijs in Amsterdam ruim 20% gestegen in een jaar tijd. Ja, ik denk dat het nog duurder kan. Ja. Maar de realiteit is natuurlijk gewoon dat wij natuurlijk geneigd zijn, omdat wij één baan hebben. Tenminste, er wordt verondersteld dat je één baan hebt. Ja, met één baan ga je het niet redden. Maar de mensen die bij ons in Miami werken, of in New York, of in Londen, die in het centrum wonen, ja, die hebben 2, 3 banen. Dan is het natuurlijk al anders redeneren over de prijzen. Want ze weten gewoon, ja, met één salaris kan ik het niet realiseren. Dus ze moeten een baan erbij hebben. Dus die mentaliteit is totaal anders. Ja, en niet echt iets om in Nederland jaloers op te zijn, toch? Dat je 2, 3 banen nodig hebt om te kunnen overleven. Ja, maar je moet het anders benaderen. Als jij binnen de grachtengordel van Amsterdam wil wonen, dan kost dat geld. Mm-hmm. En als je één salaris hebt en je redt het niet, ja, dan zul je extra geld moet genereren. En dat zijn of overuren of een tweede baan. Dat zijn eigenlijk te verwend en te lui in Nederland. Dat zijn jouw woorden. Dit waren 4 uit een lange reeks van gesprekken die Paul van Riessen voor mijn YouTube-kanaal 7DTV heeft gemaakt. En langs deze weg, Paul, nogmaals wil ik je heel erg hartelijk feliciteren met je hoofdredacteurschap voor Quote. Ik hoop dat we elkaar snel weer gaan zien. En voor de mensen die hebben zitten kijken en je vindt het leuk, abonneer je dan op 7DTV. We hebben al zo'n beetje 1000 interviews online staan en er komen er minstens elke week komt er 1 bij. Dus abonneer je door te klikken hieronder voor nu. Dankjewel voor het kijken. Hoi!